Het trouwportret van Wim en Cor staat gewoon op de vensterbank. Het is voor iedereen een vertrouwd beeld. Want niemand wist dat wij eigenlijk gescheiden waren. Van kennissen, familie of... Ja, eigenlijk bijna de kinderen eigenlijk niet. We hebben dat altijd een beetje ja, in de doofpot gedouwd, zeg maar. Ja. En dat komt Wim nu duur te staan. Een paar maanden maar waren hij en zijn vrouw uit elkaar. Precies in die tijd kreeg Cor een huis toegewezen voor haar en de kinderen. Het stel maakte het weer goed en Wim ging weer gewoon bij zijn gezin wonen. Ja, mijn ouders zijn, ja, en konden niet met elkaar en niet zonder elkaar. Maar op papier komt Wims naam nu nergens voor. Daar hebben wij nooit bij stilgestaan. Ik heb ook nooit gezien dat ze alleen met haar meisjesnaam had getekend. Dat wist ik helemaal niet. Die is ook nooit bij ons ingekomen. Waar is van die keuken? Ja, weet je wat? Wim en zijn dochter Angela proberen aan alle kanten te bewijzen dat hij hier al die tijd heeft gewoond. Al 3,5 jaar zijn ze met Allee wonen in een juridische strijd verwikkeld. Het gaat Angela niet in de koude kleren zitten. Ja, kloten. Ja. Vermoeiend ook. Het is gewoon hier eigenlijk ons stekkie. Snap jij? En ik denk dat het voor mijn vader, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat is gewoon zijn ondergang. Dat gaat niet goed komen met mijn vader. Helemaal niet.